En eerst speel ik zo'n beetje langs de binnenkant van je been, tussen je been en je kut. Daarna zeg ik... Ik heb jouw nudes nog op mijn telefoon. Nee, maar die had ik van jou sowieso niet. Ah ja, ja. Ja, ik wel, denk ik. Ja. Nog een keer, hij is niet goed. Oké. Nee. Jawel, we hebben het wel één keer gefilmd. En bij ons één keer gefilmd? Weet je dat niet mee? Staat er op je gsm? Weet je dat niet mee? Amai. Amai. Je stuurde niet echt nudes? Niet op mijn telefoon. Jail. Nee. Ja. Nee, dat was eigenlijk... Nee. Maar dat deden we niet aan. Nee, je stuurde nooit echt. Wanneer heb je voor het laatste naar mijn naaktfoto's gekeken? Ja, stuurde nooit naaktfoto's. Nee, is waar. Heel lang geleden. Nog toen we, zeg maar, relatie gingen. Ja. Gisteren. Nee. Ik heb geen naaktfoto's van nu. Nee. Ja, ik wel nog in de periode dat het... zeg maar, net uit was, maar dat het nog aan was. Ja. Vorige week was het. Volgens mij was het weer naar vroeg. Nou, ik had het met iemand over jouw borsten en toen moest ik het wel even laten zien. Wat? Waarom doe je dat? Nou, als aan een ander meisje. Oké. Of is dat ook... Ja, nee, dat gewoon... maakt geen verschil eigenlijk. Ik vind het niet heel erg, maar het is wel heel raar. 9 jaar geleden of zo. Ja. Het zal wel niet raar. Maar ga ik haar ooit zien? Dat is toch weird? Oh ja. Ja, niet dus. Ja, niet. Ik heb ze niet. Nee. De laatste keer dat je ze hebt gestuurd. Ja. Dat even geleden. Of ja, bij mij was toen ik ze ging verwijderen dan. Hebben wij ooit een seksfilmpje gemaakt? Nee. Nee. Ja, dat weet je helemaal niet. Een grapje. Nee, dat hebben we nooit gedaan. Nee. Ja. 1 minuut of zo. Wel, ja. Ja, maar of was dat niet? Met jou. Dat was wel met mij, maar ik krijg hem nooit bekeken terug. Jawel. Dat is best goed. Bestaat die nog? Dat filmpje? Ja. Nee, die moest ik even verwijderen. Maar ik weet bijna zeker dat we dat wel gedaan hebben. Ah, oké. En dat ik het ook bekeken heb. Maar toen voelden we ons heel schuldig. Want dat was dan in de cloud en zo. En dan kon je dat ook op mijn iPad ineens zien. Zo. Nee, dat is niet mijn ding. Ook niet mijn. Ik zou dat echt nog per ongeluk naar iemand doorsturen of zo. Zo airdroppen. Of airdroppen, ja. Wilden we wel. Ja. Volgens mij had ik het wel een keertje over gehad, maar we hebben het nooit echt gedaan. Nee. Ja, ik weet niet of dat echt een volledige seksfilm was of zo, maar jij hebt me wel eens gefilmd tijdens seks. Ja. Ik geloof nog steeds dat mensen dat doen, maar mensen doen het nooit. Ja, een paar keer. Een paar keer, ja. Nee, inderdaad. Ik was cameraman en performer. Wat waren onze geile koosnaampjes? Pickles and Tasty. Ja! Pickles and Tasty. Oké, okay, ja, daddy, voor jou. Ik heb af en toe wel mijn sletje gezegd. Ja. Maar dat waren bijnamen voor onze vagina's. Ja, maar verder hadden wij niks. Like Booger, was dat ook niet een ding of maar zo? Dat waren de katten. Ah, oei. Oké. Okay. Ik noemde je eigenlijk altijd Paula. Dat is keigeel. Paula. Paulien vond ik vast te lang. Oeh, die weet ik nog. Mag ik het zeggen? Ik weet niet of ik er eentje voor jou had. Ik denk niet dat die er waren, eerlijk gezegd. Oké, ja, ze noemden me wel eens baasje. Dat is, ik heb je nooit zo genoemd IRL. Nee, niet tijdens de seks. Nee, eeuw, ik zou dat echt nooit doen. Behalve slethoer voor mij. Ja. Het is niet echt een koosnaampje, though. Dus het was meer een soort van grap. Kijk, nee, luister. We hadden dus de kooi-fantasie. Ah, of het kooi-idee, waarvan ik dacht dat het een grap was. En dat was naar aanleiding van het... Het feit dat jij een baasje was of zo, dat had met elkaar te maken. Maar ik vond het dus allemaal een beetje een grap. Daddy? Nee. Nee, vind ik heel goor ook. Ja. Ja, sorry. Daar ga ik echt van over mijn nek. Die heb ik nooit van jou ingekregen. Dat vind ik echt jammer. Heb je mijn naaktfoto's ooit aan iemand laten zien? Nee. Ik heb alleen die foto die ik van jou heb gemaakt in de douche. Weet je wel? Oh, maar ja, dat was uw achtergrond. Ja, maar verder niks. Jouw naaktfoto's uit er? Nee. Ik ook niet. Nee. Dat zou een beetje raar zijn, denk ik. Maar als meisje heb je het wel over... alles. Nee, ik heb er geen. Nee. Ja. Ja. Aan hoeveel mensen? 3 of zo. Ah. Ja. Oké, dat volgens mij lieg je. Oké, 4 of zo. Absoluut niet. Nee. Ja. Nee. Voor mij had het best wel gemogen. No. Never. Ik wel. Nee, grapje.
Nee, want we hebben ze niet. Nee. Nee, dat zou ik ook nooit doen. Nee, same. Ik vind het echt belachelijk als mensen dat doen. Dat is gewoon privé. Lees een graag berichtje voordat ik heb gestuurd. Ik denk dat we nooit een sexting hebben gedaan. Ja, maar we gingen nooit echt op app. Maar sowieso deden wij daar eigenlijk niet veel, want we waren 24/7 bij elkaar. Dat hebben we dat op app gedaan? Oh ja, hier. Oké, maar dit was voor de grap, maar dat geeft niet. Maar dat niet gevonden? Nee. Maar dat deden we allemaal via Snap. Ja, dat deden we ook niet. Jij bent dan gewoon zo bezweet dat jij in water glijbaar wordt. Wat een grapje is dat hier? Ja, dat was het. Dat was super geil. Oh. Ik ben geil. Oké. Ja, ik heb een goede. Ja? Oh, zij heeft iets gevonden. Dit is een heel verhaal met allemaal losse berichtjes. Maar godver, waarom kan ik je niet ballen via het internet? Dat heb jij gezegd. Dat heb ik gezegd. En toen zei jij, dat zou eng zijn, Kelvin. Op je buik op mijn tafel, benen een beetje gespreid op de grond en een beetje knikkende knieën. Je bent nog steeds kaal van net. En je ogen smeken al de hele tijd. Ik pak je handen, ik leg ze op je rug en eerst speel ik zo'n beetje langs de binnenkant van je been, tussen je been en je kut. Daarna zeg je, we zijn smerig. Nee, heb ik niet meer. Nee, ik ook niet. Heb je met anderen aan sexting gedaan tijdens onze relatie? Maar wat ziet jij als sexting? Gewoon foto's sturen. Gewoon letterlijk beschrijven dat je seks met iemand gaat hebben en zo. Nee, niet tijdens onze relatie. Dat beschouw ik ook als vreemdgaan. Niet tijdens onze relatie, nee. Nee. Maar echt niet? Nee. Wow, ik dacht echt dat je dat deed. Namelijk, ja? Ja, met die Zweedse chick. Nee, nee. Oh. Nee, niet als sexting. Ja, ik vind dirty talken al lastig. Het is best wel eendimensionaal. Ik heb niet zo'n groot arsenaal met dirty talk. Laat staan, sexting. Nee. Nee, ja, ik doe überhaupt niet aan sexting, dus dan ben je al snel klaar. Ja. Nee. Dat vind ik ook vreemd gaan. Ja. Ja. Ballpark, hoeveel andere? Hoeveel? Mm-hmm. Nou, ik weet sowieso van één. Het was die ene chick waar ik mee bezig was. Ja. Je krijgt zo meteen 20 seconden van mij om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar je seks hebt gehad. In 3, 2, 1. In bed, in de trein, in het park, in de keuken. Waar nog meer? Een soort van half op het strand, maar die tel ik niet helemaal mee. God, ja, op de bank. Had de keuken gezegd. That's it, denk ik. Like, subscribe, abonneer. Laat een lief berichtje achter en tot volgende week.